Welke emotie schreeuwt om voorrang, Dennis? Ik weet het niet. Ik heb nergens aan proberen te denken. Ik heb rondgelopen. Supporters zien juichen voor ons. Ons zien uitschelden. Ik heb geen woorden voor. Nee, maar je staat er nog een beetje verbouwereerd bij. Kun je het wel beseffen? Jullie zijn gedegradeerd. Besef zal later moeten komen. Het is nu heel erg zuur wat er gebeurd is. Niemand had hier rekening mee gehouden. Ik ben bewust nog een jaar hier gebleven om een fantastisch jaar mee te maken. Nou, als je dan degradeert, dan is het kloten, is het zuur. Maar vooral de manier waarop. Als je zo goed speelt, zoveel kansen creëert. Misschien moet je met 4-5 nog voorstaan. Voor de rust. Dat gebeurt niet. In de tweede helft krijg je weer een corner tegen. Wat niet meer kan, wat niet meer mag. En dat gebeurt weer. Het is heel erg zuur. Alleen dit kunnen wij alleen onszelf verwijten. Voor de rest kunnen we niks aan doen. Is deze wedstrijd misschien wel symptomatisch voor het hele seizoen? Jullie scoren gewoon te weinig. Dat is het gegeven. Dat is waar. Dat heb ik eerder gezegd. Je kan net zo goed spelen als dat je wil. Je kan zoveel creëren. Je kan alles doen wat je wil. Maar als je niet scoort, kun je niet winnen. En dan moet je zorgen dat als je niet scoort, dat je gelijk ook geen goal tegen moet krijgen. Dat hebben we ook niet goed gedaan. We hebben wel een goal tegen gekregen. En dat heeft ons kop gekost vandaag. Het is misschien moeilijk om aan te geven zo vlak na die tik. Maar als je over het hele seizoen terugkijkt. Wat is dan de grootste fout die jullie gemaakt hebben? Zijn jullie niet te laat ook wakker geworden dat het niet meer boterde met Boy? De grootste fout is heel moeilijk om nu te omschrijven. Want ik heb nogmaals, ik probeer aan helemaal niks te denken. Er zal heel veel op ons afkomen nu. Maar wat ik wel weet is dat wij gewoon heel vaak voetbal zijn vergeten. Dat voetbal weg hebben gelaten. Nou, vorig seizoen was dat toch onze kracht. En daarbij met tweede seizoen zelf moet je doelpunten maken en dat doe je niet. En dan weet je gewoon dat het heel lastig vragen worden. Nou, in de play-offs heb je nog alle hoop. Speel je met alle respect tegen een Super League club wat je gewoon moet winnen. Ben je denk ik over twee wedstrijden gezien weer de betere. Dan scoor je weer niet. En in de voetbalwet is het zo dat als je zelf niet scoort, dat zij wel voor je scoren. En dat heb je gezien, zij hebben het afgestraft. Nou, je klinkt realistisch. Is het ook reëel dat jij deze club gaat verlaten? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nu heb ik er nog niet over nagedacht, maar wat ik jullie eerder al heb, wat iedereen al weet, is wel dat ik ambities heb hogerop. Maar ik heb nog een jaar contract. Ik wil Go Ahead wat teruggeven. En dat is ook dat ze gewoon lekker geld aan mij moeten verdienen. Want dat hebben ze verdiend. Ik heb deze club heel veel danken. Ik ben geworden wie ik ben. Ik wil ze zeker wat teruggeven. Maar goed, Go Ahead is ook een optie. Ik bedoel, het kan ook maar zomaar zijn dat ik bij ga tekenen. Dat is allemaal een optie. Dat moet ik over nadenken. Ik moet even kijken wat Go Ahead wil. Het kan ook zijn dat zij niet verder willen. Maar vertrekken, dat kan zomaar, ja. Ja. Dan lopen jullie met het hele team een ereronde. Kun je dan aangeven wat dan het eerste is wat je in je opkomt? Wat doet de meeste pijn? Denk je dan aan iemand van de club of hoe zit dat? Ja, toen ik een rondje liep, heb ik ten eerste aan mezelf gedacht. Wat kon ik beter doen? Wat heb ik dit seizoen te weinig gedaan? Wat is dat? Wat is dat? Wat heb jij te weinig gedaan bijvoorbeeld? Want jij hebt ook een wisselend jaar gehad. Ja, nou, iedereen weet dat ik een wisselend jaar heb gehad. Waar het aan lag. Ik ben 2 keer geblesseerd geweest. Ik ben geschorst geweest. Nou, ja, ik heb rechtsbuiten gespeeld, linksbuiten gespeeld. En aan het einde van het seizoen weer gelukkig op mijn eigen positie. Dat ging weer stukken beter. Maar het is heel moeilijk om te omschrijven wat niet heel goed is gegaan. Alleen wat ik wel weet is dat ik vorig jaar ook in de mindere wedstrijden dat ik altijd dreiging had. Dat ik altijd afstandsschoten, dat ik gevaarlijk was, dat ik afstandsschoten had, dat ik het verschil kon maken. En ja, dat heb je dit seizoen duidelijk gemist. Heb ik bij mezelf gemist, heb ik bij ons elftal gemist. En als zij dan niet scoren, dan moet ik het doen. Zo denk ik dan altijd. Alleen dat heb ik ook niet gedaan, dat heb ik nagelaten. Dankjewel, man.